nieuwelingen op pad, 55 nieuwelingen op weg naar de eerste beklimming van de Koppenberg. En dat gaat op dit ogenblik vrij vlotjes in die aanloopzone. Willy, ze komen eraan. Ja, we zijn in volle verwachting om ze hier te mogen begroeten voor de eerste maal. En dan beginnen ze eraan aan dat rotsen. Ja, dat maken we mee, hè. De Koppenberg. Deze hebben die aanloopstrook waar ze dus tijdens de wedstrijd niet mee zullen voorbij komen. Het is het parcours niet op wat gewijzigd waar ze vroeger indraaiden. Daar komen ze nu straks uit en richting aankomstlijn. Maar nu gaan ze daar voor deze maal voorbij komen. En dan richting hier. De overzijde. Dat zijn de mannen dus. De meeste streepjes achter hun naam staan al van kwart over. Normale maan geeft fouten, hè? Ja, Willem Vermans blijkbaar een zeer goede doel. En ja, we zijn nog een paar minuten onderweg. Normale maan, doe mee, hè? 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 Dan is er toch al een kloofje en dat moet dan de vijfde man zijn. Oh, dat maakt geen fouten, hè? En dan zijn we het goed mee moeten krijgen met onder andere Jelle de Klerk, ook met druk nummer 18, de Duitse Tim Nepken. Die daar ook in dat gezelschap zat, dus allemaal wel op ruime achterstand al van de leiders. De vier leiders op dit moment, Salvador Alvarado, Lennart Vermans, Dante Koremans en de Belgische kampioen Thibo Nes. Ja, er zijn er zelfs die al lopen geklikt. Tot de goed einde brengen. Fixus lukt niet meer bij de Fransman Quentin Le Commanda. Die het dus als mooiste. En het is toch terug een beetje de Koppenberg toestuivel. We hebben nog hier toch wel wat anders uitgestippeld parcours. Op de weide langs de bult. Op plekken waar we nog nooit eerder zijn geweest, komen we nu met toch wel een heel prachtige omloop. Iedereen. De duo Nes en Alvarado, denk ik. Die komen daar nu aan en dat is zo'n gaatje. Ik heb dat dan doet. Ja, inderdaad. Oh ja, dat is een kwartier. Positie 2, die wonen positie 3. De Vulmans, ja, zonder... Kom allemaal, die vallen stil! Dames en heren, ik zou zeggen allemaal maar binnen met de nodige handgeklap of op de brand te laten maar knallen. De winnaar van deze dansen met de Thibo Nes en de en kijken we hier op de winnaar, dat is Lennart Vermans. Het is Alvarado die tweede won. Het is. Ah ja, mooie winnaar. Uiteraard met Lennart Vermans. Eigenlijk de slag bijna als vorig weekend. Vermans 1, maar Nes dan niet op 2. Maar wel op 3. Ik klik er even op dat Thibo Nes daar op een goede 50, 60 meter van de meet nog aan de.